We staan hier voor een kruik van Amsterdam, gemaakt in 1538. Heel erg lang geleden. Amsterdam was toen een kleine stad naar onze smaak. 5000, 10.000 inwoners. De Amstel, de haven, de bron natuurlijk van inkomsten en welvaart en de burgwallen naast de straten aan de Amstel. De Nieuwe Dijk, de Kalverstraat, de Nes, de Warmoestraat. Amsterdam was toen een machtig wordende stad, niet zoals in de 17e eeuw, maar het stelde al heel wat voor. Een van de redenen dat Amsterdam bekend was geworden, 2 eeuwen daarvoor, was het mirakel van Amsterdam. Daar zijn op deze kaart ook wel sporen van te vinden, want een van de kapellen die toen was gebouwd in 1345, was al uitgegroeid tot een grote kerk. Wat was er gebeurd 2 eeuwen voordat deze kaart werd gemaakt door Cornelis Antonisz? Dat gaan we vertellen aan de hand van een aantal voorwerpen die tentoongesteld zijn in het Amsterdamse Historisch Museum in zaal 3. Op die 15 maart 1345, een man was ziek, niet ongewoon. Hij kreeg het sacrament der stervende toegediend en een hostie, het sacrament. Maar hij kon het niet binnenhouden, hij braakte het uit en die hostie bleek ongeschonden te zijn, maar het was toen getroep en het werd weggemicht in het haardvuur. Dat zien we op oude afbeeldingen uit de 15e eeuw. Het werd in een kistje gedaan en door verbazende toeschouwers gebracht naar de priester in de oude kerk. Maar de volgende dag was het kistje met die hostie weer terug op de plaats waar die man inmiddels was gestorven. Een huis aan de Kalverstraat, niet erg ver weg van het huidige Amsterdamse Historisch Museum. Jacob van Ossane heeft verschillende afbeeldingen gemaakt van verhalen, een stripverhaal zou je het kunnen noemen, van het mirakel van Amsterdam. En hier zien we 2 engelen die het grote nieuws als een soort annunciatie vertellen. En ja, dat zou misschien de reden geweest kunnen zijn dat de engelen op de kist prachtig geschilderd de mensen deed geloven dat dat dan wel de mirakelkist zou zijn geweest waar eens, lang geleden, in 1345, de hostie die uitgebraakt werd en niet wou branden, in opgeborgen zou zijn geweest. Onwaarschijnlijk zo'n grote kist. Het moet een heel klein kistje zijn geweest, als het verhaal überhaupt waar was. Jan Wagenaar hoorde dat verhaal toen hij op bezoek was in het Amsterdamse Burgerweeshuis.